vraag mij af. Waarom? Ik wil graag weten. Ik vroeg me af. Dat zou ik graag willen weten. Hallo, ik ben Leo van der Rent uit Vierpolders. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam-Zuid, in Vreewijk. En wat mij altijd opgevallen is, dat de mensen van Noord ontzettend negatief praten over de boeren van Zuid. En op zich snap ik wel dat de bevolking van Rotterdam-Zuid samengesteld is uit mensen uit Brabant en Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Maar wat mijn vraag nu vooral is, hoe komt het dat dat negatieve gevoel zo erg leeft bij de mensen van Noord en dat het nooit andersom is geweest? Rotterdam-Zuid, een stadsdeel met bijna 250.000 inwoners en 170 nationaliteiten. Het stadsdeel van Feyenoord, Ahoy en het Zuidplein. Waarom keek men vanuit de stad neer op dit deel aan de overzijde van de Maas? En is het nog steeds zo? De zoekmachine gaat op pad met historicus Hans Groothuis. Dat is eigenlijk vooral ontstaan rond 1900. Toen eigenlijk de havenuitbreidingen plaatsvonden en heel veel arbeiders vanuit de provincie, en met name West-Brabant, Zeeland, de Zeeuwse eilanden, die kwamen allemaal naar hier omdat hier volop werk was. Het waren veelal mensen met een wat boerenachtergrond, landarbeiders geweest. En die gingen hier gewoon meer geld verdienen dan bij die boeren op die eilanden, want daar waren de omstandigheden ook niet zo optimaal. Dus die mensen die hadden al een boerentraditie achter zich. En die kwamen dan in de dorpen die je hier destijds had. Dat was Sjaarloos, Katendrecht en Oud-IJsselmonde. En mensen leefden eigenlijk wel een beetje in de sfeer van hoe ze leefden op het platteland. Dus dat betekende ook wel dat mensen kippen en geiten hielden. Ik heb zelf in Maximiliaanstad gewoond, waar een huis was waarvan ik heb gehoord dat mensen vroeger de geiten gewoon de gang heen lieten lopen. Ja. En dan achter in de tuin neerzetten. Hè. Dat was niet onbekend beeld. De stad was al lang stad. En daar zat ook het bestuur. En aan de overzijde, daar woonden de boeren. Maar wat is nou echt zo negatief aan boeren? Nee, je zou ook kunnen zeggen, je kan het ook als een soort van geuzennaam gebruiken. Ja. Dat is denk ik wel toch een beeld vanuit het centrum van de stad, waar ook de regenten zaten, ontstaan. Van dat Zuid, dat is toch een beetje zo'n aanhangsel. Hè? Wat eenvoudige mensen. En het belang van de... Het bestuur van de stad werd vaak ook vertegenwoordigd door mensen van de noordkant van de stad. Ja. De minachting voor Zuid ging ook na de Tweede Wereldoorlog door, volgens Hans. Nou, dit is een plek die heel erg symbolisch is voor een soort van tegenstelling tussen Noord en Zuid. Ja. Ooit is er besloten in de jaren 50 om een metro te bouwen in Rotterdam, om de beide oevers goed te verbinden met elkaar. En toen is de keuze gemaakt om de metro in de binnenstad ondergronds neer te leggen. En die loopt tot aan station Rijnhaven ondergronds. En daarna moest die bovengronds tevoorschijn komen. Wil jij nou beweren dat men toen Zuid niet belangrijk genoeg vond om het ondergronds te maken, die metro? Ik kan het niet staven met cijfers, maar dat Zuid, ik wil niet zeggen ondergeschoven kind was, dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar het belang in de stad werd groter geacht dan Zuid. We gaan eens kijken in het noorden. Hoe denken inwoners van Kralingen over Zuid? Maar ja, wij zijn als kind inderdaad grootgebracht met Zuid is aanzo. Ja, het is niet waar. Het is gewoon niet meer. Maar zou u er willen wonen? Nee. Oh, dat niet. Nee, blijf aan deze kant. Ik fiets was de Feyenoord. Ja? Verder fiets ik er wel eens met mijn familie doorheen op een vergeten zondag. Ja. Maar ziet dat ik er wekelijks kom of zo. Nee. Zou u daar willen wonen? In Rotterdam-Zuid? Ik vind het hier wel prettiger wonen dan in Rotterdam-Zuid. Ja? Ja. Misschien bij de kop van de Zuid, dat wel. Ah, ja, de kop van Zuid? De kop van Zuid. Ja, ligt toch in Zuid. Ja. Dus... Maar niet in het diepe zuiden? Nee. Ik voel me een beetje te ver van de stad. Meer misdaad en rijdt veel meer politie rond en zo. Als ik daar ben, vind het niet een hele leuke wijk of zo. Dus ik zou er niet willen wonen.
We zijn in Carnisse, in de wijk Sjaarloos in Zuid. Ik ben er niet geboren. Nee? Ik ben in Friesland geboren, maar ik was 6 jaar dat ik hier kwam. Oh ja? Ja. En hoe bent u hier zo gekomen? Nou, mijn vader die Shell vroeg een hoop mensen. En mijn vader had dat natuurlijk gehoord daar in de Noorden. En dan zijn we hierheen gegaan. Ja, voor het werk. Voor het werk. Ja. Ja. En u bent zich hier thuis gaan voelen? Ja, ik wel. Ik ben een Rotterdammer. Ja? Geen Fries. Nee. Nee, niet spreekt meer. U nog Fries? Liesbeach. Klein beetje. Het kiet on. Ja. Ja. Ja, centrum is anders dan Sjaarloos. Ja. Ja, centrum, multicultureel, toeristiek. Ja. Ja. Vroeger was hier ook toeristiek. Vroeger waren veel Nederlandse mensen wonen. Maar nu, vanaf deze tijd, buitenlanden. Meestal Polen, Marokkanen, Turken, snap je? Valt het? Nou, ik woon nu, normaal kom ik uit Noord. Oh. Dus ik woon nu ongeveer een jaar of 3. Toen ik hier kwam, het was wel leuk, maar laatste een jaar vind ik niet meer leuk. Nee. Echt, letterlijk of figuurlijk. Wat is het verschil tussen Noord en Zuid? Nou, Noord, waar ik woon in Zuidstad van de Bergweg, Voorburgstraat, dat was echt. Rustiger dan hier laatst, daar vind ik het wat echt agressiever, drukker en gekkigheid. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Rotterdam Zuid. Ja meneer. Ja, hoe is dat? Ja, ik ben zo een tijdje hier, maar het is wel veranderd, weet je. Ja? Ja, het is wel veranderd, want ik zelf was een hangjongen, maar niet om slecht te doen, want dat had ik een band in dingen. Nee. Maar nu, ik ben bezig wel dagbesteden in die dingen, maar veel moord, veel doden, weet je, veel doden. Veel dingen gebeuren in Zuid, weet je. En je ziet sommige oude mensen durven niet meer naar buiten te komen. Ja. Begrijp je? En ik zelf was een tijdje geleden bijna doodgeschoten. Oh jee. Ja, ik was beroofd op straat, weet je. Komt het ooit nog goed met Zuid en, dat, ja, en de relatie met het Noorden? Nou ja, het belangrijkste is dat het in ieder geval goed komt met Zuid. En die relatie met Noorden is ook belangrijk. Maar als geïnvesteerd wordt in Zuid, en er zijn wel wat tekenen die daar nu toe wijzen dat er dingen gaan gebeuren. Ja. Vooral werkgelegenheid. Dat is echt iets wat belangrijk is. Dat mensen een baan vinden en geld hebben om leuke dingen te doen en zichzelf te voorzien. Als gemeente kan meer werk aan ons geven, dan is het goed. Weet je, niet alleen 3 maanden, 6 maanden. Okay. Want er zijn mensen die willen graag werken. En ik ben blij op televisie om iets goed voor mensen die van mijn kleur zijn, om te praten voor ons. Oké, dank u wel. Ja, graag gedaan meneer. Heb je nu zelf een vraag voor de zoekmachine? Mail de zoekmachine@rijnmond.nl of ga naar de zoekmachine op Facebook.